zo lekker. Ja, papa. Oh! Leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video. Ik wil vandaag even iets anders en wat nieuws proberen dan normaal. Zojuist is een nieuwe Call of Duty World War II War Machine DLC pack uitgekomen. En we hebben een aantal nieuwe maps. En ik wil eigenlijk met jullie even doorlopen wat er allemaal vernieuwd is. Ik heb begrepen dat de Divisions systeem geüpdate is. Waar voorheen bijvoorbeeld als je infanterie was, dat je standaard je bajonet had. Nu kun je dat loskoppelen en kun je zelf daar wat invullen. Maar dat gaan we straks even checken. We hebben natuurlijk extra XP aankomende dagen en wat meer paint jobs. Nou, als we bij het Q even kijken, kwam ik net, ik had al wat geselecteerd. Zijn er wat nieuwe opdrachten. En volgens mij is dit plaatje van de Quartermaster aangepast. En ook de headquarters met mijn plaatjes aangepast. Nou, hier is de layout ook weer wat anders. Ik zie hier nog verder geen nieuwe dingetjes, geloof ik. En hier is eigenlijk, ik pak even Soldier. Nou, hier is niet zoveel, nog zoveel aan veranderd. Dit blijft is nog hetzelfde. Maar hier, zoals je kunt zien, zijn nu vier opties die je kunt kiezen. Normaal waren het natuurlijk maar drie, afhankelijk van je basic training. Alleen, ik heb ze hier nog niet unlocked, maar kun je de bayonet kun je los en de rifle grenade. Dus het heeft wel de luxe dat je kan zeggen, nou, ik wil liever niet meer bayonet, maar ik wil een extra andere attachment. Dus daar kun je wat meer zelf supporting in zijn. Nou, dat heb je dus ook op alle class. Armory heeft dat dus ook. Dan heb je ook een extra dingetje erbij. En zo hebben alle divisions dat. Even kijken, dit zijn de orders die ik aan heb staan. Settings, store. En ik stel voor dat we even een map gaan spelen. Oké, we hebben de eerste map genomen. Ik zag dat het Dunkirk was op Hardpoint. Ik hoop dat ik het goed uitspeel. Ik heb eigenlijk nog niet gezien of we nieuwe wapens hebben. Hardpoint. Maar deze map, Dunkirk, is het dan denk ik. Ik ken de map niet, dus als de skillscore niet al te best is, neem ik me niet kwalijk. Maar we gaan gewoon even de map een beetje verkennen. Het is natuurlijk zoals we Call of Duty gewend zijn. Je hebt een aantal locaties waar je van links naar rechts kunt lopen. Dat is een beetje globaal. Je hebt een nice groot veld. Oké, okay, een beetje focus natuurlijk. Mooi. Ja, ach, nog wel eens. Dit is het voordeel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die de maps nog niet kennen. Dus dan kun je of het voordeel zijn of het nadeel. In ieder geval denk ik wel dat ik het voordeel heb. Misschien wat minder lullen en concentreren. Even kijken, dan zie je hier een beetje een huisje waar je in kunt focussen. Ik kan hem doorlopen natuurlijk. Eens kijken of ze in de rug kunnen benaderen. Oh. Maar ze willen natuurlijk hard, is misschien niet heel slim. Oh. Promotion, nice. Ik heb laatst ook prestige weer. Dat is trouwens vet irritant. Als je prestige bent, dan ga je natuurlijk van max level naar weer nummer 1. En het, altijd in het begin dat je toch wel even niet zo lekker speelt ofzo. Het lijkt wel of al je... Ja. Zeg maar, de abilities moet je natuurlijk weer opnieuw halen en je wapens zijn weg. Zeker de eerste 5 levels altijd een dingetje. Hoppa, headshotje erbij. Het is op zich wel een kleine map, geloof ik. Ik wil hier nou achterlangs. Hardpoint is in enemy hands. Denk je. Voor een tankje. Een soort artillerie dingetje. Oké. Okay, waar is eigenlijk de hardpoint aan het midden? Dus via het strand lopen. Je kunt niet de strand op, dat is dan wel weer jammer. Ik wil een beetje fake misschien. Een lijntje hier, maar goed. Is niet alles in de game. Het is bij Battlefield altijd wel iets chillen. Dan heb je wat meer open area. En alles kan ook kapot. Ik zag je wat lopen. Hier kun je niet verder. Ja, we hebben wel de hardpoint, dat is goed. Weet je daar, zijn ze nog wel? Ja, 66. Het is eigenlijk een beetje een map met een open veld in het midden. Aan de ene kant het strand waar je niks kan en voor de rest is het gebouw waar je natuurlijk van alles uit. Ik kan me zo voorstellen als hij straks die map wat langer is, dat iedereen gaat sniperen. Hier wel vanuit deze buildings positie inneemt. En dit is echt kenmerkend voor een nieuwe map. Dus je loopt, normaal kom je natuurlijk iedereen tegen, want ze hebben bepaalde vaste looproutes. Oh.
Zonde, zonde, die had moeten knifen. Oh, ja. Nieuwe poging, nieuwe kans. Hardpoint location confirmed. Hardpoint, enemy head. Oh, hier is de hardpoint. Oh, loopt er een. Waar is hij daar liggen? Ah! Oké. Okay. Het is ook wel een nadeel, nu werkt dus niet zo goed. Dat we eerder zijn. Normaal heb je, kun je redelijk inschatten wat een beetje algemene looproutes zijn. Dat je loopt. Hoe iedereen loopt natuurlijk. En hoe het eerlijk gezegd nu nog redelijk wennen is. 6-4 is niet altijd het beste. Goed gewaartje loopt, dat is goed denk ik. Mooi door. Ligt hier zeker niet. Nou, volg mij. Ah. Oké, okay, dit is niet altijd het beste begin. Even iets meer focus en dat we iets meer kunnen. Oh, die is lukt. Dat is groot. Kill ze wel, maar het is niet, niet al te best eigenlijk. Even kijken, zat een in die hal daar, dan komt ze maar. Wauw, ik dacht dat hij me niet zag. Dat is stom. Oh, okay, dat is weer het nadeel van het open veld natuurlijk. Okay, is het op die boot? Ja. Hè? Oeh, hoop hitmarks, eentje dood. Daar ligt die zandzak. Hoe zijn ze nu kunnen inlopen? Die hardpoint is een enemy head. Kom ze van deze kant op. Oh man! Net iets te laat, hij moet er liggen, dan hadden we hem nog te pakken. Maar, 10-8, het is niet altijd bij O. Gooi die aan het gaan, hè? Op. Twee keer achter elkaar, dat is wel heel lelijk. Throwback, throwback. Ja, papa. Oh! Ah, oh, zonde, als ik niet dood is, als die granaat is echt super mooi kill. Dat is op zich maar. Ja. Dat is natuurlijk niet altijd het best. Wat we doen. Okay, is iets rust op de inbouwen. Ah, incendiary grenades. Goed uitspreekt. Oh, 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 hier loopt er eentje. Kijk, zie. Zie je gewoon doet. Nee, nee! Zo! Oké, dat is echt minpunten. Schande! Oh, telefoon. Kom op, man. Keep moving. Oké. Okay. Nu wordt het nog minder leuk. 13-13. God zo goed. Wat is dit? Oh, hoe die shotgun doet. Oh, ik heb natuurlijk geen knife meer op dat ding. Dat is helemaal vergeten. Ik moet natuurlijk gewoon slaan. Oké, okay, daar moet ik echt wel aan wennen. Ik moet gewoon wennen met de knife. Hardpoint is secure. Ik kan alleen naar binnen, dat is het boven. Hardpoint is in enemy hands. Ik zie nog wel de radar.
Hij zit vooral boven en dan zit hij beneden, dus hij komt weer naar boven. Fles hier beneden. Kom op! Oké, even aan de fles. Gaan we even richting een SMG. 15, 15, snel te best. Oh, oh, oh. Hey, zat al binnen. Ah, kom op, man. Wat? Wow, 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 wow. Seize and defend the hardpoint. Ah, tuurlijk. Iets anders kan ik even in de achterkant. Oh, dat is goed. Secure. Moet niet eens eerst aan, ik punt natuurlijk. Oh, we hebben trouwens Driggs verloren. 2-3, nou nog niet, maar het ziet er niet al te best uit. Even kijken. Hoppa, een sisje. Nee, toch deze kant. Hoppa. Party strike incoming. Find cover. Wat is het? Oh, airstrike. Airstrike, vergeet het de naam van die dingen. Fighter pilots. Fighter planes. Nee. Oké. Dit was gewoon niet al te best. 18-20, dat is schande eigenlijk. Maar goed, we hebben even een van de nieuwe maps gespeeld. Hij is wel cool. Ik ben benieuwd welke maps er nog meer zijn. Die ga ik nu even iets spelen. In ieder geval, dit is het einde voor deze video alvast. Dus vond je het nou leuk, wil je meer zien? En laat ook even zien wat je, of laat even weten wat je wilt zien. Dan kunnen we kijken of we vooral die games of gameplays kunnen opnemen. Dan bedank jullie nu weer voor het kijken. Ik zeg blauw duimpjes, echt super cool zijn. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe het even. Dan kunnen we nog meer mooie video's maken. Succes in de toekomst.